precies zo'n handgranaat van de Duitsers. Ja, dat is waar. Ja. Hallo, wij zijn Baart en ik ben Burrows of Burry. En ik ben Wim of Kleine Paard. Ik ben Owen. Grote Paard. We zijn hier in mijn repetitiekot in de Brugse Steenweg. En ik ga niet het nummer zeggen. En als je ooit een repetitiekot nodig hebt, ik verhuur het ook. Gelief mij dan te e-mailen naar wimtheosegers@gmail.com. Het is niet de meest standaard bezetting ook. Ik ben echt nog altijd super content dat er een vibrafoon is, bijvoorbeeld. Droom van met een goede bassist, zoals deze lieve man hier te spelen, is dan ook uitgekomen. Ik kende Owen al van Big Whoop, waarmee ik gespeeld had al een paar keer. En Siegfried Burrows van zijn legendarische naam Siegfried Burrows, want eigenlijk heet hij... En hij is ook een soort legende in de rockwereld, denk ik toch. Hè? Zo, hands together for Siegfried. Awkward. Een vibrafoon. En dat zijn dan mijn effecten. En een DI. En een mengpaneel. Waardoor ik eigenlijk een beetje kan fungeren als een Fender Rhodes. En niet alleen dat, want ik heb op dat mengpaneel ook klokkenspel met piezo's aangesloten. En deze prachtige Behringer DeepMind 6 synthesizer. Die echt epic is. Normaal gezien als band of zo, kom je naar buiten met nummers. Doen wij wel een beetje hoor, maar niet helemaal. Maar wat wij doen is gewoon soms helemaal niks voorbereiden en dan gewoon spelen. En dan op die manier maak je op een andere manier nummers, want je kijkt wat dat er werkt voor jezelf en ook voor het publiek. Het is niet dat je dan zo bijvoorbeeld een hele set klaar hebt van je eigen nummers en dat je zegt, dat werkt niet, daarvoor moeten we een nieuw nummer maken. Nee, we hebben alleen maar nummers die werken. En dat is een groot voordeel bij Paard.